Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 12 oktober zien we overwegend veel bewolking boven het noorden, het westen en het oosten van Europa. In een smalle strook in de buurt van Parijs, daar zitten opklaringen. En ook in Zwitserland en het noorden van Italië, daar schijnt de zon toch wel geregeld vandaag. Maar in het zuiden en midden van Frankrijk is weer meer bewolking aanwezig. En die bewolking hangt samen met een lage drukgebied en die bepaalt het weer de komende 24 uur al daar. Een hoge drukgebied vinden we in de buurt van Scandinavië en in onze omgeving is de stroming vanuit het oosten en blijft het veelal droog. Maar de lucht is erg koud. Vandaag werd het niet warmer dan 9 graden in Twente en in de Achterhoek tot zo'n 13 graden in het Waddengebied. Vanavond ligt de temperatuur rond 7 graden. Het is droog, er zijn opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht klaart het soms op en dan daalt het kwik naar 4 graden. En morgen zien we de zon soms geregeld tussen de wolkenpartijen door en stijgt de temperatuur naar 11 tot 13 graden. Maar door de stevige oostelijke wind voelt het kouder aan. En op vrijdag hebben we ook nog een kille dag met 12 tot 14 graden en een matige oostelijke wind. We zien wolkenpartijen, het blijft veelal droog. Er is kans op een enkel spatje, maar veel stelt dat niet voor. In het weekend is het anders, komt er een einde aan de kille periode. De temperatuur stijgt op zaterdag naar 13 tot 16 graden. We zien wel overwegend veel bewolking en af en toe kan er wat regen vallen, maar later op de dag blijft het droog en komt de zon tevoorschijn. Op zondag ziet het er aardig uit. De zon schijnt geregeld en met niet al te veel wind vanuit het zuiden tot zuidoosten wordt het aangenaam warm, zo'n 16 tot 18 graden. En ook maandag en dinsdag hebben we nog hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Normaal behoort het 15 graden te worden, maar op maandag en dinsdag ligt de temperatuur in de middag rond 16 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik weer naar beneden en wordt het wisselvalliger. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.